Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. De tweede Tim's Talk Show. Vorige keer de eerste. Was heel spannend. We zijn ongeveer 40 minuten uitgelopen toen. Ook mede door het publiek wel, want er werden heel veel vragen gesteld door het publiek. Daar hadden we niet helemaal op gerekend. Kwam ook wel een beetje door mij, want ik bleek iets langer van stof te zijn dan ik zelf had gedacht. Maar heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Er zijn dus ook heel veel mensen die er vorige keer ook al waren. En die zijn toch weer gekomen. Dus we hopen dat deze show weer dat effect heeft, dat jullie er volgende keer ook weer bij zijn. Hebben jullie zin om te horen wie er allemaal te gast zijn? Jee! Kom op jongens, hebben jullie zin om een gast zijn? Yeah. Oké, okay. We hebben Wim Pijbus, dat is onder andere de ex-directeur van het Rijksmuseum. We hebben Martijn de Groot, die deed mee aan Just Tattoo of Us. Kent iemand dat programma? Ja, dat is dus een... ik ga het straks uitleggen. Hij is hier en hij heeft een beetje spijt. Dat wordt een mooi gesprek, denk ik. We hebben Koen Simons, filosoof. En hij heeft een nieuw boek uit, Pleidooi tegen enthousiasme. Wie vindt zichzelf een enthousiast persoon? Jullie hebben een probleem vanmiddag. We hebben Carlien Bootsma. Zij heeft een hele grote wandeling gemaakt in het Waddengebied. Om de stijgende zeespiegel daar ook te onderzoeken. En zij neemt Maarten Lonen mee. En Maarten is wetenschapper. En die daar een beetje, die ik eigenlijk kan uitzoomen op dat onderwerp. En we hebben Amanda Dane en Dorien Evers van Dierenasiel Winschoten. En zij nemen twee hele bijzondere gasten mee. Voelen jullie hem al aankomen? Ja? Ik denk dat het is wat je denkt dat het is. Ja. Dus zorg dat je eye-hand vrij is straks. En heel erg leuk. Volgens mij kwam ik ze op het spoor. Ik weet niet meer zo goed hoe. Nou ja, ze zijn in ieder geval hier. Young Boys. En ze komen een hit Zakgeld doen. Performen. Zingen. Rappen. Applaus. Maar voordat we gaan beginnen, hebben jullie misschien afgelopen week dat filmpje gezien? Een vrouw in een metrostation wordt aangesproken om een liedje af te maken. Ja? Heeft hier wat in handen? Kent iemand het liedje? Oh, dus, oké, okay, het is wel echt een nieuw filmpje. Laten we gewoon even kijken. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Wow. Keep going. Wow, you're really good. Keep going. I'm off the deep end. Watches are diving. I'll never meet the ground. Wow. Crushed through the surface. Where they can't hurt us. We're far from the shallow now. You're brilliant. Well done. Are you a singer? Oh my God, you're amazing. Thank you. Hey, is toch heel leuk? Maar zij is nu dus echt soort van een gigantische hype. Ze ging van minder dan 10.000 volgers op Insta naar nu 300.000. Toen keek ik gisteren, dus waarschijnlijk is het nu 400.000. En ze krijgt allemaal aanbiedingen. Lady Gaga die is fan, heeft er geretweet of iets dergelijks. Maar ik dacht eigenlijk, en dat moet je ook even zeggen. Ik hoor echt heel veel gestoor hier, alsof er een ruis of een oude tv aanstaat. Ik dacht dus dat het nep was. Want wie loopt er nou met zulk haar en helemaal zo heel knap zo in een metrostation? Ik niet. En dan word je zo aangesproken, ben je ook nog helemaal bij stem. Hadden jullie dat toen je dit voor het eerst zag? Geloofde je het? Niet, hè? Nee. Maar het is wel echt, geloof ik. Maar ik ben er ook een beetje achtergekomen dat ik heel slecht ben het is nu oké, geloof ik. Ik ben heel slecht ik ben heel goed gelovig. Want hebben jullie ook die foto gezien van Mark Rutte en Mark Zuckerberg? Daar ben ik dus wel echt vol ingetrapt. Ik heb zelfs nog in mijn Insta-story gezet. Kijk deze foto. Want Mark Zuckerberg is zeg maar zo en Mark Rutte is heel groot. En toen had ik het opgezocht, want Mark Rutte had dat dus getwitterd. En toen leek het echt wel zo te zijn. Maar toen werd ik opgewezen door iemand die daar zit. Dat ik even goed moest kijken en dat ik gewoon sukkel ben. En dat het natuurlijk helemaal niet waar is. Want anders was Mark Rutte echt een soort hele kleine dwerg. Nou goed, dus daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Dat ik zo goed gelovig ben. We gaan naar onze eerste gast. Ik ga denk ik eerst trouwens even deze... we gaan naar het publiek. Maar ik ga deze alvast erin gooien, ja? Is dat leuk?
Nee, wacht, ik geef hem wel gewoon hier, ja? Dan moeten jullie hem straks even misschien naar achter gooien. Anders vergeet ik dat. Ja, en ik vroeg ook, sorry, ik deed ook een oproep op mijn Insta-story voor mensen die hier naartoe kwamen. Of ze iets leuks hadden meegemaakt waar ze hier over wilden komen vertellen. En er werd massaal gereageerd. 3 mensen. Nou, dat was wel echt meer dan wij dachten. En ze hadden ook nog eens alle 3 best wel een leuk verhaal. Dus ik wil graag naar beneden roepen. Eentje is al beneden. Carla, Willem en Kristin. Nu moeten mensen over elkaar gaan heen klimmen. Ja. Maakt niet uit, joh. Kom erbij, kom maar hier staan. Dat is lijkt me een goede plek. Welkom. Met wie gingen we beginnen? Was er een volgorde? Carla. Kom je hier staan, Carla. Hoi, Carla. Hi. Ik kreeg een DM van jou. Ja, nee. Okay. Ja, je stuurde een oproepje. Ik dacht, ik heb echt hele leuke dingen meegemaakt. Ja, vertel. Ja. Nou, ik heb altijd nagellak op. En het was echt weer tijd om nieuw nagellak te krijgen. Zonder, kan niet. Maar mijn eigen nagelstyliste, die heb ik dan. Wendy van Bilak. Vind ik echt heel chic. Ja, die is ook zo. En, maar die, ik kon niet bij haar terecht die week. Maar ja, wat moet, dat moet. Dus ik dacht, nou oké, wat nu? Ik ga gewoon naar de concurrent. Er is een nieuwe kid in town, dus ik dacht, ik ga gewoon lekker naar haar. Zij heet Sylvia de Groot van Lak. Ik denk, doe het. Maar ik, van Lak? Ja, Lak, zo heet dat. En eerlijk, ik voelde me wel een beetje schuldig. Want ik ga al jaren naar Wendy. Ik dacht, nou kan het wel. Nou oké, ik doe het gewoon. Niemand die het weet, ik doe het stiekem. Prima. Dus ik ga naar Sylvia, leuk. Ik zit al babbelend daar gezellig aan tafel. En wie komt er voorbij? Komt binnenwandelen? Gea. Nee. Gea Kramer, wie kent haar? Kortings niet? Gea. Ja. Wie kent Kortings Gea? De Kortings Groningen. Ja? Ja, nou, ik ken haar niet persoonlijk, maar ik zat hier vorige keer ook in het publiek. En toen zat ze als badgast. Nou, sindsdien ben ik natuurlijk helemaal fan van haar. Ik volg haar in. Hartstikke leuk. Dus Gea, ja. Die schuift gezellig aan de laktafel en ontstond een echt heel bijzonder, hilarisch geestig gesprek met diepgang en alles. En nou, gewoon heel bijzonder. Een soort zomergasten, maar dan bij de nagelstylisten. Ja, dat. En ondertussen was ik nog steeds heel erg aan het vreemd gaan. Ja, en? En toen was ik klaar. Ik dacht, nou, ik bedankte de dames voor de hele gezellige ochtend. Maar nee, het moest natuurlijk gevlogd worden, want Gea, groot geworden door Instagram. Dus ik ging vreemd. Op de vlog. Jij ging stiekem naar een andere nagelsalon en toen gebeurde dit. Ja. Dus ik... Nee. Ik ben met Carla van de Forums. Carla heeft nieuwe nagels. Wapper. Ja. Yeah. En dat is gedaan door Sylvia. En ja. Dit is echt een heet taartje. Ik helaas al het haarnagels eraf halen. Ja. Yeah. Met pijn in mijn hart. Ah, en toen wij kregen dat berichtje van jou en toen dachten we, oh, we moeten haar misschien moeten we haar verrassen met een leuk filmpje van Gea. Hallo, Gea heeft een boodschap. Ik zit vandaag niet in de badkuipings met de kortings, want ik doe even een rondje van de zaak met de roltrappings. Hé, waar is ze nou? Beste maar weer. Ja, en nu lijkt het dus heel erg alsof ze nu onderweg is en ze zo door die deur kan komen. En, maar dat is dus niet zo, want het is een filmpje van gisteren. En ja, we kregen dit binnen en toen zeiden we, ja, maar nu lijkt het net alsof ze dan nu zo door de deur gaat lopen. En dan is Carla misschien heel erg teleurgesteld. Ja, maar ze is er dus echt niet. Maar deze videoboodschap was wel voor jou. En heel erg bedankt dat je je verhaal hebt ingestuurd. Ik heb ook wel, sinds ik dus gevlogd ben door haar, heb ik ook gewoon meer volgens op mijn Instagram. Geen 300.000, maar ik had er wel 30 meer buiten. Dus ik ben erg ongelooflijk. Onder de indruk. Noem even je Instagram. Nee. Jawel. Oké, we laten het wel weten aan de afloop. Applaus voor Carla, alsjeblieft. Laat nog even hier. Willem. Yes. Ja. Hi. Ik kreeg, laten we gewoon even beginnen met je foto. Dit is de foto die ik van jou kreeg. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dit zijn allemaal overenthousiaste kinderen die net allemaal zelf een mooi gedicht hebben geschreven. Wauw. Ja. En dat hebben ze onder dwang van jou moeten doen. Ja, zo kun je het wel stellen. Ja, zo, ja, ja. Klopt. Nou ja, klopt. Ik ben dit jaar de huisdichter van de Universiteit Groningen. En ik heb zelf nog niet zo heel veel ervaring met poëzie. Nee. Dus het was een soort van one-trick wonder dat ik dat in één keer werd.
En ik heb vroeger... Jij dicht ook, dat weet ik. Ja, Sinterklaas gedicht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Goeie bundel. Maar ik in ieder geval vroeger op school heb ik nooit iets met poëzie gedaan of gehad. En nou, omdat ik net begonnen was, ik ben er best wel enthousiast over, want je kunt er veel in kwijt. Het is een soort liedje schrijven, maar dan zonder muziek. Dus eigenlijk veel makkelijker. Wow, dus nou, lijkt net een gedichtje dit. Nou ja, precies. En toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk overbrengen ook naar kinderen. En dat deed je vanuit je rol als huisdichter van de rug. Ja, klopt. Ja. Dus ik heb zelf een soort projectje bedacht met dichter in de klas. En dan ga ik gewoon basisschoolklassen af. En gewoon kinderen eigenlijk in een leeftijd van 10 tot 12. Ja. Stapsgewijs een gedichtje laten schrijven. En waar gaan die gedichtjes dan over, vraag ik me af? Als ik van jonge kinderen een gedichtje gaan schrijven? Ja, nou, ik wou het niet te moeilijk maken. Dus ik had bedacht om een soort raadselgedichtje te maken. Dus dan mochten ze uit hun slaapkamer, konden ze dan een aantal voorwerpen kiezen. En daar kozen ze eentje van uit. En dan stelde ik wat vragen van... wat kan het of wat kan het niet? Waar is het bang voor? Hoe ziet het eruit? En dan zonder het voorwerp te noemen en door in de ik-vorm te schrijven... konden ze dan een soort gedichtje over dat voorwerp maken. En dan mochten ze daarna allemaal raden wat het zou kunnen zijn voor elkaar. Dus, nou, dat zou je ook eigenlijk met volwassenen moeten doen. Dat ze een voorwerp uit hun slaapkamer moeten kiezen... en dat ze daar dan een gedichtje over moeten maken. Geen commentaar. Heel erg leuk. Even vraag. Wat houdt huisdichter van universiteit in? Hoe gaat het dan? Loop je dan de collegezaal in en ga je lopen rijmen? Was maar zo mooi. Nou ja, wat het eigenlijk inhoudt, ik ben een student, hè, dus het heeft weinig verplichtingen. Dus ik moet één keer per maand een gedicht schrijven, wat wel lekker is. Maar nee, maar je kan er eigenlijk zelf mee doen wat je wilt. Open best wel wat deuren, zeker op poëziegebied. En deuren die ik nog niet kende en die nu ineens openslaan. Nou, kijk eens waar je bent, man. Ongelooflijk hoe het is zo hard gegaan met jou. Ja, nee, maar dit soort dingen bijvoorbeeld, dat dichter in de klas. Ja. En daar ben ik dan mee bezig en... het eigen theaterstuk ben je aan het maken. Dus ja, dat soort kansen krijg je dan. Leuk. En bedankt voor je DM. Applaus. Ja, dankjewel. Willem. Dankjewel. Gisteren, kom even hier. En toen kreeg ik ook nog van jou een berichtje. Nog niet de foto. Jij moest naar het plaatsje Enter. Klopt. Waarom? Ja. Nou, ik ging met mijn ouders op tocht naar bruiloftkleding. Mijn zus die gaat in mei trouwen, dus moest even op zoek naar leuke jurken en zo. Wij wouden naar Enter gaan. Maar toen reden we door dit plaatsje heen. Ja. Ja, nu doen we net alsof de foto nu pas in beeld komt, ja? Ja. Wacht. Ja, nou, genaamd. Nee! Rectum. Ja, rectum, ja. Daar kwamen we dus doorheen. En ja, ik vond het meteen heel leuk, want ik heb ook een medische studie, dus toen kwam die naam. Dan weet wat voor ook studie? Medische studie. Oh, medische studie. Dus, oh, ja. Dus zit je helemaal, dan ga je ook overal over nadenken, maar helemaal leuk. Wat zeg je nou allemaal? Ja. Ik heb een medische studie en dan ga je overal over nadenken. Dus toen reed ik door rectum. Ja. Ja, eigenlijk, niet dat soort gedachten, nee. Okay. Maar dus door rectum, ja, en... En ik vind het ook heel grappig, want toen ben je dus een beetje... heb je de auto stilgezet, vraag ik me dan af? Of... Nee, dit was heel snel, want mijn vader die reed er ook nog best wel vlug langs. Maar ik wou dit vastleggen, dus ik moest nog heel snel mijn camera erbij pakken. Maar dat gaat natuurlijk ook niet soepel als het dan moet. Dus het was echt een lucky shot, zeg maar. Nou, het is ook een hele mooie foto. ga je nog vaker naar rectum, denk je? Misschien wel er doorheen, maar... Oké, nou, groot applaus voor Christin, Willem en Carla. Heel erg bedankt, jongens. Goed gedaan. Maar joh, het kan de beste overkomen, toch? Dat je door rectum rijdt. We gaan naar de eerste gast. Martijn de Groot deed mee aan het MTV-programma Just Tattoo of Us. Dus niet The Tattoo of Us, maar Just Tattoo of Us. Leuke woordspeling, hè? Waarin mensen van een vriend of een vriendin een tatoeage cadeau krijgen. Maar je weet dus niet wat je op je lijf krijgt. Ik zou denken, oh, wat een super slecht idee. Maar sommige mensen denken, oh, dat is misschien wel leuk. Vaak zijn de tatoeages dan niet, weet je wel, een roosje op je enkel of zo. Maar zijn het toch wel echt, tatoeages van een andere orde. We vinden het heel leuk dat hij hier is om erover te komen praten. Hier is deelnemer van Just Tattoo of Us, Martijn de Groot. Martijn! Hallo. Welkom. Hallo. Ga lekker in bad. Ja. Kom maar. Want je bent onze badgast. Wat houdt dat in? We hebben een bad. Jij bent een gast. Ja. Je gaat in bad en dan ben je een badgast. Ja. Je hebt ook geluid, dus dat hoeft niet. Laat ik maar meteen even met de deur in huis vallen.
jij hebt een kutbeen. Ik heb een kutbeen, ja. Ja, ja. Vertel even. Ja, we hadden bij ons in de café aan mijn live muziek. En nou, het einde van de avond, dus allemaal bij je bier gaat. En toen zei een kameraad, die zei, doe mee aan het televisieprogramma. Ik zei, is goed, ja. Ik zei, jij dat wilt, ik doe met je mee. Dus een week later werd ik gebeld door Just That Tour. Ja. En ik zei, ja, ik heb gezegd dat ik meedeed. Ik zei, dus nou moet ik ook. Maar had hij van tevoren gezegd waar je aan meedeed? Nee. Oké. Okay. Dus ja, hij zei gewoon, doe je mee aan een televisieprogramma? Jij zei ja, ja, en een week later... Ik zei, ja, is goed, joh. Ik zei, jij dat wilt, doen we dat. Ja, oké. Okay. Zullen we heel even kijken waar we het precies over hebben? Ja, doe maar. Ja? 4. Dit is de onthulling, 3, hè? Ja. 2. 1. Zet ze plan naar mijn achterkant kijken. Fucking idioot dat je bent. Echt serieus. Echt serieus, nee. Echt. Oh, nee. Laat het nou zien. Ja. Ik heb gewoon geen woord. Echt. Ja, jij gaat echt lopen, kerel. Ik sta er onderaan. Mijn gedachten zijn bij Liekje. Nee. Huh? Oh, mijn god. Hoe heb je dit ooit kunnen bedenken? Ik dacht, ik krijg iets met naakte mannen of zo. Of iets met... Tinder weet ik voor wat, maar dit, nee, ik had echt nooit verwacht. Zo ook echt een hele lelijke kuttering. Bedankt, Koen Kardashian. Ja. Wow, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nee, daar hoef ik vaker. Van wie is deze vagina? Ja, hij zei van mijn ex, maar... Hij lijkt er niet echt op, maar... Oh, oké, okay, je zag wel dat het niet echt nee, van je ex nee, was. Nee. Okay. Ik kan, als ik dit soort dingen op tv zie... Sorry. Dan kan ja, die andere ik dan... is mijn moeder. Ja, want even, jij hebt dus aan hem, aan die vriend... Ja. heb je een tatoeage van zijn moeder gegeven. Nee, mijn eigen moeder. Van jouw moeder? Van mijn moeder, ja. Mijn god. Als ik dit soort dingen op tv zie, dan denk ik altijd... ja, maar dit is niet echt. Dit is allemaal in scène gezet. Nee, maar het was echt. Het is echt. Het is echt, ja. Waarom... Ik snap dat je dan een beetje dronken bent en dat je dan iets roept van ja, dat doe ik aan mee. Maar er is nog een soort, er zit nog een week tussen. Ja. Je denkt misschien de volgende dag. Ik zeg ook s'avonds soms hele gekke dingen, ja, waarvan ik de volgende dag denk, dat gaan we niet doen. Nee. Waarom heb je het toch gedaan? Nou, waar het nog onderling een beetje over gaat. Hij zei, omdat we toch altijd in de kroeg zitten, krijg jij mooi de kroegbaas. Ik zei, omdat jij mijn moeder zo mag, ik zei, krijg jij mijn moeder. Nou, zo is dat gekomen. Maar achteraf heeft hij dus een kuttattoo bedacht. Oh, maar dus hij heeft er eigenlijk een beetje gewoon... Hij heeft zich niet als woord gehouden. Nee, hij heeft me mooi verneukt. Maar oké, okay, en nu heb je dus de vagina van je ex-vriendin op je been. Ja, met een naam erbij. Met een naam erbij ook? Ja. Wat erg, maar en wat vindt zij hiervan? Ja, ze was er niet zo blij mee, maar... Ja. Nee, dat snap ik. Ja. En hoe is zij erachter gekomen? Nou... toen het er net op stond. Is ze hier? Nee, ze is hier niet, toch? Wie zegt er dan? Wie zegt iets dan? Ja. Wacht even, jongens. Gooi even dat ding. Staat hij aan? Staat hij aan? Ja. Je vraagt, hoe komt ze erachter aan nationale televisie? Lijkt me duidelijk. Iedereen heeft het gezien. Dus je vond eigenlijk dat ik een domme vraag stelde. Hé, hey, dat is niet de bedoeling van die dobbelsteen, hè? Nee, maar ik dacht, heeft zij misschien, heb je het haar van tevoren verteld voordat het werd uitgezonden? Nee. Probeer te redden wat het te redden valt. Krijgt zij een brief van MTV? Hoe gaat dat? Nee, ik heb haar verder eerst niks verteld. En nou ja, toen kwam het op de uitzending. En toen? Ja, toen kwam een week later, kwam RTV Noord bij mij op het werk. Sorry? Wat zei je? Ik zei, een week later stond RTV Noord bij mij op het werk voor een interview. Wauw. En toen heb ik dat verteld, dat zij mijn ex was. En toen zijn ze via mijn Facebook achter haar naam gekomen. Nee, joh. En toen zijn ze naar haar huis gereden. En toen hebben ze haar geïnterviewd. En daar gaan we nu ook even naar kijken. Hey. Nee. Maar wat gebeurde er toen dan? Ja, nou ja, toen stond zij in beeld en ze was er niet zo blij mee. Want zij wordt door iedereen aangesproken van, nou, je staat op met zijn been. Wat, het is gewoon zo'n gek verhaal. Heb je spijt dat je überhaupt die vriend met die vriend... Ja, later wel, want ik ga je niet mee door het leven. Nee. En wat ga je er nu aan doen? Nou, dat is heel mooi. Mijn moeder
Die heeft mij dus weer opgegeven voor een andere televisieprogramma. Nee, stop daar nou mee. Dus, en nou... Voor wat? Zet je been af. Ja, zoiets. Ja. Nee, maar... nee, voor Tattoo Disasters, dat komt... Nee. Ja. Voor Tattoo Disasters? Ja, dus en nou gaan ze het eraf halen. Maar... dus weer op televisie. Maar jij durft dus, na dat wat er is gebeurd... durf jij nog met een ander televisieprogramma in zee te gaan? Jawel. Jawel. Ja. Oké, okay. En dan weet je dan wat het... Ja, dat moet wel een hele grote pandabeer worden dan of zo, toch? Ja, zoiets, ja. Zoiets. Als je nu wakker wordt met een hele grote pandabeer op je been... dan ben je eigenlijk wel blij. Ja, daar ben ik blijer mee dan met dit. Alles beter dan... Alles dan een kut op je been. Een kut op je been. De kut van je ex. Ja, de kut van je ex. Nou, heel erg bedankt dat je dit wilde vertellen. Ja. Heb je misschien... er zitten hier 200 mensen, een paar met een tatoeage. Heb je een mooi advies misschien? Jij hebt toch al wat levenservaring? Ja. Ja, denk er goed over na voordat je wat doet. Denk goed na voordat je iets stoms doet. Ja. Oké, okay. Graag een groot applaus voor Martijn. Lukt dat? Ja, kom op. Oh, kijk eens. Dankjewel. we gaan naar onze tweede gast. Hij is ex-directeur van drie van mijn favoriete musea. Namelijk het Rijksmuseum, de Kunsthal en Museum Voorlinden. En nu is hij al een tijdje bezig om een nieuw museum op te zetten in Rotterdam. En de werktitel daarvan is het Landverhuizersmuseum. Hij is hier en daar zijn we heel erg trots op, Wim Pijbus. Hallo, welkom. Hey. Ga zitten. Ja, je mag daar zitten, denk ik. Daar of daar? Waarom staat hij nog? Ik neem deze. Hij is goed. Oké. Okay. Je krijgt zelfs... Ja, heerlijk, dank je wel. Vind het om een paar redenen bijzonder dat je hier bent. Maar mag ik de eerste gewoon... mag ik daarmee beginnen? Jij hebt Barack Obama de hand geschud. Ja. Mag ik misschien nog één keer... Sorry hoor, maar ik denk dat het de eerste en de laatste keer... de eerste en de laatste keer is dat ik iemand de hand schud die Obama aan de hand heeft geschud. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Ja? Ja, dat was een van de hoogtepunten van het Rijksmuseum. Ja, want jullie gingen... het was de heropening, toch? Nou, het museum was op dat moment een jaar open, maar hij was in Nederland voor die Nuclear Summit in Den Haag. Maar hij wilde graag de Nachtwacht zien, of hij wilde graag Rembrandt zien. En ja, dan moet je naar het Rijksmuseum, dus dat is toen geregeld. En dat is... ja, nou goed, dan leid je hem rond. Ik heb hem niet voor 20 minuten mogen rondleiden. Het was een bijzondere ervaring. Beroemde foto, ja. Obama voor de Nachtwacht. Ja. Dacht je toen, het is gelukt. Hij staat ervoor. Nee, oh nee, dat dacht ik niet. Nee, hij was heel erg geïnteresseerd in de inhoud, in wat hij zag. En hij had zich ook goed voorbereid. Hij wist het een en ander van Rembrandt. En genoot echt van de rondleiding. Mm-hmm. Dus het was heel, heel prettig en heel ontspannen om dat te kunnen doen. Leuk. Ja. Jaloers ook vooral. Nu naar het Landverhuizersmuseum. Ja. Laten we even op Katendrecht, vlakbij de Wilhelminapier in Rotterdam, moet een nieuw museum verrijzen. En de werktitel ervan is het Landverhuizersmuseum. Wat moet dat voor museum worden? Dat is een museum worden wat ik denk over 3 of 4 jaar open gaat. Wat in Katendrecht, in Rotterdam-Zuid, aan de Maas is gelegen. Een oud pakhuis, jaren 20. En die kades, de Wilhelmina-kade, de meeste mensen kennen Hotel New York al, denk ik. Dat is precies de plek waar iets van 3 miljoen mensen Rotterdam, of eigenlijk Europa, hebben verlaten. Op weg naar Ellis Island, de nieuwe wereld, Amerika. En behalve dat... Dat verhaal, dat willen we graag vertellen. Maar we willen ook vertellen het verhaal van alle migranten die zeg maar deze kant op gekomen zijn. Mm. Naar Rotterdam, maar ook naar Nederland. En als je daarin verdiept, dan valt eigenlijk op dat die overeenkomsten tussen die landverhuizers van toen... eigenlijk heel, heel sterk overeenkomen met landverhuizers, of dat noemen we dan tegenwoordig migranten, van tegenwoordig. Ik bedoel, een Syrisch gezin van nu is niet veel anders dan... Een Poolse familie die in de jaren 10, 20 op de vlucht ging voor pogroms die achterin Europa, in Oost-Europa plaatsvonden. Die via Bremerhaven of Hamburg of in dit geval Rotterdam juist Europa verlieten op weg naar die nieuwe wereld. Dus die verhalen die zijn wat ons betreft universeel en tijdloos. En alles wat erbij komt kijken,
dat gaan we in het Landverhuizersmuseum laten zien en vertellen. Beetje begrip ook, een beetje begrip kweken ook voor elkaar? Ik ben er niet zo van om meningen in de mond te leggen of in kant-en-klare brokken neer te leggen. Wij bieden het aan en ik vind dat de bezoekers zelf hun conclusies mogen trekken. Mm-hmm. Zullen we even kijken naar een mooi filmpje wat volgens mij van jullie is? Ja, echt heel mooi. Dat denk ik, ja. Dit is het verhaal over een plek die mensenlevens veranderde. Ooit de grootste loods ter wereld. Symbool voor de Rotterdamse wereldhaven in wording. Het verhaal van duizenden mensen die vanaf deze plek de wereld introkken. De geschiedenis van miljoenen mannen, vrouwen en kinderen. Landverhuizers. Op weg naar een nieuwe wereld. Dromend van een nieuw bestaan. In een nieuw land. Een nieuwe stad. Dit is het verhaal over een plek waar mensenlevens voorgoed veranderen. Dit is een Rotterdams verhaal van vertrek en aankomst. Over mensen in een nieuwe stad, mannen, vrouwen en kinderen uit alle hoeken van de wereld. 175 nationaliteiten met één droom. Samen werden we één Rotterdam. Dit is het verhaal van de Phoenix. Ik kom uit Rotterdam en ik heb ook gewoond op de Wilhelminapier. Dan kijk je uit op de Phoenix. Ik ging daar vaak in de food hall ging iets eten. Dus ik krijg hier echt wel natte ogen van. En een brok in mijn keel. Goed zo. Kunnen we even kijken naar de artist impression van het museum? Dit is het. Dit is de Phoenix loods. Wat zien we? Nou, we zien een gedeelte. Het is een heel langgerekte loods. Het was ooit, wat in dat filmpje werd gezegd, de grootste loods ter wereld. Echt gigantisch groot. Door het bombardement bij de bevrijding zijn er allerlei delen kapot gemaakt. En wat nu resteert, dat zien we, dat is dat horizontale gedeelte. Met een begane grond die in het midden is opengemaakt. Daar zit glas in, draaideuren. En je ziet daar vanaf de begane grond door de eerste verdieping heen tot boven het dak uitstijgen een soort uitzichtpunt. Wat ook hier op dit gebouw zit. Omdat uitzichtpunten hadden wij zo bedacht. Die zijn heel populair. Nou, dat laat groot. Dat laat het dat moeten wij ook hebben. Dus je loopt daar iets van, nou, ik denk 25 meter boven de grond. En je kijkt daar om je heen. En je ziet daar, terwijl je op die eerste verdieping het Landverhuizersmuseum kan bezoeken, je kan doorlopen naar boven. En daar heb je op dat bovenste uitzichtplatform krijg je perspectief. Heb je uitzicht. Heb je een hogere gedachtes, zou je bijna eens kunnen zeggen. Nou, en je kijkt natuurlijk naar naar de plek waar die schepen vertrokken. Ja, dit is een historische plek. Vanaf hier vertrokken die mensen. We hebben nu al die passagierslijsten die worden beschreven en gedigitaliseerd. Dus er zit van alles tussen. Albert Einstein, Charlie Chaplin, Johnny Weissmuller. Ja, die zijn daar vertrokken? Dat is hier allemaal op deze kaders heeft zich dat afgespeeld, ja. Wauw. Ja, dat is een vergeten verhaal. In Rotterdam weten we dat ook niet. In Nederland ook niet trouwens. En dat wordt dus nu blootgelegd en verteld. En straks, ik denk, met een heel groot publiek gedeeld. Ja. Hoe ga je te werk als je dan een nieuw museum gaat opzetten? Waar begin je dan? We beginnen met dit. We beginnen met het gebouw. En we beginnen met de inhoud, wat maakt dit gebouw in de stad en op die plek? En wat heeft zich hier afgespeeld? Nou ja, de meeste mensen in Rotterdam weten wel die Holland-Amerika-lijn en dat soort dingen. Dus je weet wel dat daar voor alles is gebeurd. De Pier of Tears heet het dan, dus de kade van tranen en dat soort dingen. Nou, maar als je dan verder erin gaat, dan blijkt dat er iets van 3 miljoen mensen zijn vertrokken. Dat is dus een enorm aantal. Je doet archiefonderzoek, je leest daarover, je vraagt mensen. En dan vroeg of laat
komt het moment dat dat enorm... Je zit een keer bij de Wereld Draait Door en dan zeg je dat. En dan krijg je dus ja, iets van 1000 reacties terug. Ja? Dus het is wat voor reacties dan? Van mensen die een tip hebben? Of? Er zijn in Nederland heel veel mensen die wel indirect of direct... Een tante of een oom hebben gehad die naar Amerika is gegaan. Nou, en dat, heeft zich, dat vertaalt zich vaak nog in koffertjes of in foto's of in brieven of verhalen. En juist die verhalen vind ik heel interessant, omdat dat precies laat zien wat zich heeft afgespeeld. En die persoonlijke memoires, die angst en die hoop en die zoektocht die mensen dus allemaal hebben ondergaan op weg naar zo'n nieuw land, dat zijn hele emotionele dingen vaak. En dat, dat geeft een hele mooie basis om zo'n museum te vullen. Het is een museum wat verhalen in zich draagt. Ja. En wij zijn in... als je naar een museum gaat, dan is het mooi om goede kunst te bekijken. Niks op tegen. Maar we zijn eigenlijk vooral op zoek naar verhalen, naar narratieven. En dat wil dit museum straks doen. Dus je bent op zoek naar bijzondere stukken uit misschien wel families, brieven, foto's, andere herinneringen. Ja. Die zijn straks te zien in het museum? Ja, ook. Dus er komt heel veel informatie, historische informatie die allemaal correct is, hebben we allemaal uitgezocht. Met objecten die belangrijk zijn om dat verhaal te vertellen. Maar we zoeken ook kunst. We zijn met een collectie bezig om dat te verzamelen. Omdat kunst juist verder gaat. Kijk, als een historisch object, dit is gewoon een glas. Nou, prima, dat is oké. Maar dat is wel een mooi glas. Ja, het is een mooi glas, er is niks mis mee. Maar de verbeelding stopt hier ook verder mee. Ik bedoel, het gaat niet veel verder dan... Kijk, als ik nou zeg, dit is een glas van Albert Einstein geweest... Ja, dan gaat het al verder. Maar, maar het blijft een glas. Maar als je nou een kunstwerk hebt... Dan heeft dat net de capaciteit of de kracht, laat ik het zo zeggen... om jouw gedachtes verder te brengen dan puur dit object. En om die reden doen we dus kunst. Omdat we ook mensen zelf de verbeelding willen laten aansporen... Om dat in beweging te krijgen. Zullen we even kijken naar een volgens mij is het iets wat je hebt aangekocht voor dit museum, als ik het goed heb begrepen. Ja, ik weet niet wat er komt. Dat hek? Ja, ja, ja. Dit is dus een hek, wat volgens mij de hele tijd... Ja, dit zag ik op de Biennale vorig jaar. Het is een Indiaanse kunstenaar, Gupta. En zij... kijk, dat museum gaat over landverhuizers. En zodra je dat al zegt, ja, dan gaat het ook over grenzen en over identiteit en dat soort zaken. Dus we hebben een stuk van de Berlijnse muur gekocht, onlangs. Maar we hebben ook dit ding, dit is een kunstwerk... Omdat dit, ja, het is een hek. Maar het is een hek wat eigenlijk heel sterk een appel op de verbeelding doet. Omdat het de hele tijd maar zinloos heen en weer klapt tegen die muur. En wat die Berlijnse muur laat zien, dat stuk tenminste... is dat mensen toch sterker zijn dan muren en hekken en grenzen. Dat zien we ook, omdat die grenzen die zijn toch maar van tijdelijke aard. En die zijn ook artificieel. En als de wil van de mens is sterker dan zo'n grens. Ja, dat zien we iedere dag in het nieuws ook. En dat laat, mijn verbeelding, of tenminste mijn fantasie, slaat aan het denken als ik zo'n kunstwerk als dat zie. Want het is een hek en het slaat dan een beetje zinloos, die muurstuk. Maar eigenlijk gaat dat kunstwerk over de kracht, maar ook over de zwakte van hekken en grenzen. Ik heb begrepen dat hek, dat klatst dus steeds die muur kapot. Ja. Dus die muur die gaat ook letterlijk kapot, toch? Ja. En dat hoort bij het kunstwerk. Ja. En na een tijdje wordt die muur weer helemaal gestuukt. Ja. En dan begint het kapot gaan opnieuw. Klopt. En als jij dit dan ziet, denk jij dan... Ja, Landverhuizenmuseum, pak maar in. Ja. Kan je dat nog herinneren, dat moment? Ja. Ja, ik zie het. Ik ben meestal... Ik zie iets en dan wil ik het ook hebben. Ja, of niet. Meestal niet. Maar als... Meestal wil je het niet hebben? Nee, meestal niet. Ja, ik zie natuurlijk heel veel kunst. Ja, ja. Het meeste is niet, past niet in dit verhaal. Maar als ik dan iets zie, dan is het meestal prima vista, zoals de Italiaan zegt. Dat. Zo, ja. Wie zit hierachter? Want dit kost nog heel veel geld. Ja, ik ben directeur van een filantropische stichting, van een fonds in Rotterdam, Droom en Daad. En wij hebben geld en middelen beschikbaar om Rotterdam leuker en beter en mooier te maken. En wij steunen dus bestaande initiatieven van anderen.
Dus filmfestival of de kunsthal of dat soort zaken. Maar behalve dat doen we ook zelf projecten, waar dit Landverhuizersmuseum er één van is. Yes. We hebben iets van 40 projecten lopen. En ja, dit is wel de grootste. En het is erg leuk om te doen. En ja, die stichting heeft heel veel geld, toch? Ja. Er is een groot budget beschikbaar. Ja. Dat lijkt me zo bijzonder. Je hebt bij zoveel, op zoveel mooie plekken gewerkt. En nu mag je dit doen. Je hebt dus heel veel middelen. Jij reist nu gewoon de wereld over. Op zoek naar de mooiste stukken kunst, herinneringen om in dat museum onder te brengen. Ja. Wim, het is toch fantastisch? Ja, dat is ook fantastisch. Wat dat betreft ben ik een blij mens, ja, zeker. Hoe ziet een bijzondere week van jou eruit? Of misschien wel een gewone week van jou? Nee, niet een bijzondere, een gewone week. Een gewone week. Nou ja, iedere week is bijzonder om die reden. Maar ja. Het is niet zo dat ik elke dag in het vliegtuig de wereld overvlieg of zo. Dat niet, maar ik ben op zoek inderdaad naar kunstwerken voor die collectie. Dus er zijn een aantal plekken waar ik dan heen ga. Dat is de Frieze Art in Londen en de Art Basel in Basel. En nog wat van die plekken. Daar komt heel veel samen. Ik krijg dingen toegestuurd. En als het de moeite waard is, ja, dan ga ik erachteraan. Ja. En op zo'n biennale in Venetië, ja, dan zie je ook heel veel op één plek. Dus de kans is meestal vrij groot dat je daar iets tegenkomt. Ja. En wat kan je vertellen wat het met jou doet als je dan zo dat hek tegenkomt en je voelt, dit is het, dit moet, dit... Denk ik van, dit is goed, dit spreekt. Is krachtig, is goed. Dan kijk natuurlijk of het te koop is, beschikbaar is. Of het al ergens anders in Nederland is. Want dan vind ik het minder interessant. Mm. Want ik wil het wel een beetje exclusief houden. Of de prijs een beetje binnen de perken is. Ik bedoel eigenlijk gewoon in je hartje. In mijn hartje. Ja, maar het gaat allemaal tegelijk bij mij. Het is dat hartje, dat is eerst van boem, is het goed. Ja, nee, dat is... En dan kijk je naar de praktische... En dan naar al die praktische dingen. Ja, dat komt erachteraan. Maar het hartje, dat eerst. Oké. Okay. Als mensen over een jaar of drie bij de opening willen zijn, dan kan dat, heb ik begrepen. Ja. Wat moeten ze daarvoor doen? Ja, daar hebben we iets leuks voor. Opletten, jongens. Ja, let op. Nee, we hebben een van de dingen die we hebben bedacht is een groot labyrint maken. Zo'n ding wat je wel eens in die kasteeltuinen ziet. Meestal zijn het dan van die groene heggen. Mm-hmm. Waar je dan tussendoor loopt en dan op weg verdwaalt. Nou, prima. Maar op een zeker moment kom je er wel weer uit. Zo'n mees. Een doolhof? Een doolhof. Is het gewoon het goede Hollandse woord. Nou, dus een doolhof. Nou, we willen graag een doolhof in het museum maken. Niet van die buxushagen, maar dan van koffers. Waarom koffers? Omdat koffers heel symbolisch, heel persoonlijk, letterlijk zijn van, hier zit mijn alles wat ik heb in. Nou, ik zoek dus heel veel koffers. We hebben er al 300. Ik denk dat ik een paar duizend nodig heb. Ja. Dus, hier is de oproep. Nou. Wij zoeken koffers. En iedereen die een koffer inlevert... we hebben nu ook nog wat ruimte in de auto, maar... mensen hebben denk ik geen koffer bij zich. Maar inderdaad, nou, dit zijn wel hele mooie trouwens. Maar we zoeken dus koffers om te stapelen. En al die koffers, dat zijn zeg maar bakstenen of bouwstenen, kan ik haast zeggen. Ja. Van een persoonlijk labyrint, wat dus vol verhalen zit. Waar jij als straks bezoeker doorheen loopt en op weg naar je nieuwe leven je weg vindt naar een betere toekomst. Ja. Dus Parkstraat 4, Rotterdam, daar zitten we. Droom en daad. En dan komt het goed. En dan krijgen de mensen die dat doen, die een oude koffer afstaan, die krijgen een uitnodiging voor de opening. Laten we gewoon afspreken dat we dat allemaal doen. Dan zien we elkaar over 3 jaar bij de Phoenix in Rotterdam. Ik ben daar in ieder geval wel, want... Kijk eens. Ik mag bij de opening zijn. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, super. Laatste vraag, ja. Kort. Als mensen straks uit dat museum komen, ja, wat hoop je dan dat ze denken, voelen... Ik hoop dat ze langer of dieper nadenken dat al die mensen die ooit in zo'n bootje of in een trein of op een andere manier de beslissing hebben gemaakt, al dan niet gedwongen door wat voor reden ook, dat het mensen zijn. Net zoals jij en ik. Mooi. Heel erg bedankt dat je hier was, Wim. Okay. Graag een groot applaus. Wim Pijbers. Okay. Met zijn nieuwe koffer. Dankjewel.
Bram Douwes is afgelopen week voor ons weer een reportage gaan maken. En ik moet even goed kijken. Hij is langsgegaan bij de geheime bijeenkomst van de actiegroep Groningen Antipedofilie Tijd voor Actie Facebookgroep. Wat ik vooral heel erg belangrijk vind is dat Nederland nu een keer voor elkaar gaat staan. En dat we de pedofilie samen Nederland uitdrijven. Sinds 16 februari is er in Groningen een nieuwe Facebookgroep actief. De Anti-Pedofilie Tijd voor Actiegroep. En vanavond hebben ze op een geheime locatie in Groningen hun eerste echte mensen die bij elkaar komen vergadering. En wij gaan daar ook bij zijn. Matthijs, ik zou zeggen kom mee. En nu moet de camera uit, want anders is het niet geheim meer. Hallo. Tony. Maar waarom is dat zo belangrijk dat mensen niet weten waar jullie zitten? Waar zijn jullie bang voor? Ik ben nergens bang voor. Ik vind het vooral niet belangrijk waar wij bepaalde gesprekken houden. Okay. Mocht er hier andere gedachten achterweg komen omdat mensen het niet mee eens zijn met onze actie, kunnen wij hier nooit belaagd worden. Het zijn toch ook wel een beetje ruige boys ergens. Ruiger dan ik ben, laat ik het zo zeggen. Waarom is die groep opgericht? Ik heb een filmpje gezien over de televisie van Danny. Ja, Danny Gozen. Klopt. En mijn haren die sprongen recht overeind toen ik het filmpje zag. Je wil gewoon aan een kind vragen van joh, hebben ze zin om seks te hebben? En twee, driejarig kind kan dat toch niet beslissen? Die is toch niet, nog niet ontwikkeld? Hoe zie je het voor je? Leg het me even uit. Maar is een kind van 2, 3 jaar dan wel ontwikkeld genoeg van heb je zin in een ijsje? Heb je zin in om naar de speeltuin te gaan? Kijk, dat er iets in actie gezet wordt, dat is zeker waar. Er gaat een tocht komen. Wanneer, weten we nog niet. De tocht wordt gehouden in Groningen voor de eerste keer om te kijken hoe de mensen hierop reageren en hiermee omgaan. De antipedofilie demonstratie. Ja, absoluut. Ja. Wij willen hardere straffen, vooral die eis ik persoonlijk. Dat die straffen serieus worden genomen. En niet dat ze binnen 3 maanden alweer op straat lopen na seksuele handelingen met een kind. Begrijp ik helemaal. Weet je, ja. Er gebeurt genoeg maar in deze maatschappij. Waarvan ik denk dat deze mannen, misschien zelfs ook vrouwen, te vroeg vrij zijn gekomen. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Nee. Hoe zeggen dat hun echte eisen, Matthijs, je mag mij corrigeren als ik het niet goed zeg, is het niet helemaal duidelijk geworden. Ze willen meer actie, dat er meer gebeurt, dat ze denk ik langer vastkomen zitten als ze iets doen. Dus wees blij dat de groep is opgestart. Liever dat, dan dat mensen het hef in eigen handen gaan nemen van hey, kom mensen, we gaan op kloppenjacht of al dat soort dingen. Dat willen we niet hebben. Er worden toch ook opgeroepen om adressen en zo te verzamelen waar pedofielen wonen? Niet vanuit onze groep wordt dat niet opgeroepen. Als mensen hun verhaal kwijt willen met bepaalde gegevens, dan kunnen ze die naar ons mailen. Stel, jij krijgt de gegevens, jullie krijgen de gegevens van een actieve pedoseksueel in Groningen. Ja. En je weet, de politie doet er weinig aan. Je hebt het adres. Doe je dan nog steeds niks? We doen helemaal niks. Wij gaan actie voeren, daar staan wij voor. Ik hoop wel voor hun dat ze inderdaad hun mooie, goede ambities kunnen waarmaken. En dat het niet toch een soort van knokploeg gaat worden. Maar dat willen ze absoluut niet, zeggen ze. Onze volgende gast. Ze zeggen dat we in een historische tijd leven. Maar hij zegt dat we in een hysterische tijd leven. Hij is filosoof en schreef het boek Pleidooi tegen enthousiasme. En dat boek is speciaal omdat hij hier vandaag is. Eerder gedrukt. Graag een groot applaus voor Koen Simons. Welkom. Ga lekker daar zitten. Ja, dit is hem. Hij ruikt ook en hij is nog warm. Dat zou niet goed zijn. hoe voelt dat om een nieuw boek in je handen te hebben? Ja, dat is altijd heel erg fijn. Toch? Ja, zeker. Toen ik het kreeg van de uitgever, dan vragen ze altijd van is het wat je verwacht dat het is? Dat het zou zijn. En dat is ook altijd heel raar eigenlijk, want je bent er heel lang mee bezig en je krijgt ook de omslag precies te zien. Eigenlijk weet je alles, maar als het er dan komt, ziet het er toch anders uit. En ik zei, ja, het is precies zoals ik had verwacht en toch ziet het er anders uit. Ja, maar wel blij. Heel blij, ja, zeker. Misschien moeten we eerst even uitleggen, tenminste jij, wat is enthousiasme? Voordat we pleidooi tegen enthousiasme gaan uitwerken.
Nou, wat is enthousiasme? Dat kan jij misschien het beste laten zien. Zo? Jij bent heel enthousiast. Ben je heel enthousiast? Ja, heel enthousiast. Oké, ik ben het schoolvoorbeeld van enthousiasme. Ja, nee, eigenlijk wat ik een mooi voorbeeld van enthousiasme vind... is bijvoorbeeld het verhaal van Wim Pijbus, zo net. Dat is een mooie vorm van enthousiasme. Eigenlijk, enthousiasme heeft gewoon twee gezichten. Enthousiasme is... letterlijk betekent het... dat je eigenlijk dat je door God gedreven wordt. Ja, daar komt die term vandaan. Ja, is dat, want ik las het. En ik wist niet dat enthousiasme iets was wat ik buiten mezelf moest zoeken. Nou ja, God zelfs. Ja, nou ja, het is alsof je door God bezeten bent, eigenlijk. Mm-hmm. En dus dat is de letterlijke betekenis ervan. En wat gebeurt er als je een heel mooi kunstwerk ziet... dan raak je daar op een of andere manier zo enthousiast over, zo onder de indruk van, dat je er geen woorden voor hebt om dat te kunnen beschrijven. Mm-hmm. En eigenlijk is enthousiasme een manier om dat tekort wat je dan hebt, want ik kan niet precies zeggen hoe mooi ik het vind, om dat over te brengen. Mm-hmm. Dus als ik geraakt ben door iets, en ik wil jou dat duidelijk maken, dan ben ik... enthousiast. En wat hoe? En dat is, vind ik, een mooie vorm van enthousiasme. En wat is dan als je enthousiasme de zichtbare vorm moet omschrijven? Hè? Stel, je bent verdrietig, dan huil je. Als je enthousiast bent, dan? Dan heb je ademnood, eigenlijk. Ja. Zo enthousiast dat je luchtpijp zich dichtknijpt. Ja, ja. Je bent begeesterd. Dus je ogen beginnen te glanzen. Je wordt blij toch eigenlijk? Je wordt blij. Of is dat niet hetzelfde? Nee, zeker niet hetzelfde. Want als ik gewoon maar blij zit te zijn, dan dat is niet genoeg. Dat is voor mij blijdschap. Enthousiasme is echt een poging om anderen ook te raken. Dus ik ben eerst geraakt door, bij wijze van spreken, iets goddelijks. Mm. En dan vervolgens wil ik daar ook mee begeesteren. Is het zo dat... enthousiasme per definitie iets eigenlijk voor de ander is. Je kan er ook in je eentje enthousiast zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het toch altijd wel met het oog op de wereld is. Ook. Dus, om te laten zien. Ja, ja. En je kunt natuurlijk ook gewoon enthousiast raken. Net als dat je kan lachen in je eentje. Maar ook dat is altijd eigenlijk een sociale handeling. Dus als je lacht, ben je ook bezig met mensen die er eigenlijk zouden zijn. Ik dacht dat dus laatst. Als je alleen iets kijkt, hè, bijvoorbeeld iets grappigs, bijvoorbeeld Sex Education. Helemaal gezien. Inmiddels. In je eentje ben je niet zo geneigd, niet zo snel geneigd om dan zo... Terwijl, nee, en laatst keek ik met iemand met iemand en dan zit ik ineens heel veel hardop te lachen. Ja. Terwijl ik ook niet heel bewust dan denk, ik ga nu hardop lachen. Nee. Wat is dat dan? Nou, dan ben je dus inderdaad aan het laten zien op welke manier je iets interpreteert. Dus je eigenlijk, doordat ik weet dat er mensen zijn, wil ik met mijn lach laten zien... hoe ik dat ik iets absurd vind. Want ik moet natuurlijk laten zien dat ik ook niet gek ben. Ja. Dus, en dat is eigenlijk wat je doet met heel veel emoties natuurlijk. Hè. Ook met schaamte en dus met lachen. Ja, vertel eens over schaamte dan. Hoe zit dat dan? Ja, schaamte, dat is helemaal een ingewikkeld verhaal. Oh. Kort! Ja, dat is heel mooi. Ik moest eraan denken, omdat jij aan het begin van de uitzending... zei je dat je... Toen werd er hard geklapt en daarna was het stil. Toen zei ja, ik, ongemakkelijk. En nu ben ik ongemakkelijk. Vond ik eigenlijk heel mooi dat je zei dat je ongemakkelijk was. De meeste mensen durven zich namelijk niet meer te schamen. Dus dan maken ze... Oh, joh. jij moet je wel schamen. Wat gebeurt er met schaamte is eigenlijk... schaamte is je een beetje... zo gedragen alsof je wil vluchten. Mm-hmm. Dus alsof je er niet wil zijn. Maar je gaat niet weg. Dus je hebt wel gewoon het gedrag van iemand die zou willen verdwijnen, maar je blijft. Maar je kan niet, ja. Nou, je kan heel goed. Ja. Als ik me nu zou schamen, zou ik ook weg kunnen lopen. Maar dat doe ik niet, ik schaam me. En dat is dus net even iets anders dan vluchten. En dus wat ik laat zien is, eigenlijk zou ik... hier weg willen gaan. Mm. En dan weet degene die kijkt, of jij, of het publiek, weet... Oké, hij vindt nu dat hij iets doet wat niet helemaal normaal is. Ja. Dus wat ontzettend mooi is aan schaamte, want eigenlijk zeg je... ik weet wat normaal is,
maar ik doe het nu even anders. Ja. En dat is dus in plaats van dat schaamte een gevoel is waar je je heel ongemakkelijk door voelt en dat heel slecht is, is het eigenlijk een vorm van vrijheid. Want terwijl ik mij een beetje schuchter loop te schamen, kan ik wel uitspraken doen en blijven zitten. En dus ik heb een zekere vrijheid gewonnen met me beschaamd te gedragen. Ja. Terug naar het enthousiasme. Snap je het nog? Ja, ja, ik denk dat ik probeer het te snappen. Maar ik ben maar een simpele jongen. Enthousiasme. Is enthousiasme een emotie? Ja, het wordt wel gezien als een emotie. Dat, Aristoteles heeft het er ook, schaart het ook al onder de emoties. En toen dacht jij op een dag... Gadverdamme. Nou, eigenlijk is het wel een beetje zo gegaan. Vertel eens. Ja, ik ben ruim 4 jaar geleden ben ik gescheiden. En na mijn scheiding... merkte ik steeds meer dat als ik zelf enthousiast over iets aan het praten was... dat ik dacht, waarom zou ik hier zo enthousiast over zijn, eigenlijk? Maar wacht even. Ja, okay, ja, dus jij hebt een film gezien die je heel leuk vindt. En dan denk je, dan zit je daarover te vertellen... en denk je, waarom ben ik hier zo enthousiast over? Nou, kijk, ik was heel enthousiast over... Ik was enthousiast over filosofie, ik was enthousiast over het leven dat ik leidde... En plotseling werd dat anders, hè? Dat leven werd anders. En toen dacht ik ook van, hey, ik heb ook een tijd anders tegen het leven aangekeken. Daar was ik heel enthousiast over. En het leven zat toch anders in elkaar. Mm. Dus toen begon ik mijn eigen enthousiasme een beetje te wantrouwen. En wow. Het is niet zo dat ik helemaal niet meer enthousiast ben. Ik merkte alleen dat enthousiasme verschillende gezichten heeft. En dat enthousiasme ook een manier kan zijn om jezelf te overschreeuwen. He, enthousiasme is ook een manier om überhaupt je bed uit te komen. He, dat wordt ook wel door heel veel mensen zo gezien. Blijf wel. Is van mij? Van mij. Mag ik een slokje? Zo begon het, mm-hmm. bij mij. Dat ik het eigenlijk... Ik ergerde me aan mijn eigen enthousiasme. Ja. En toen ging ik langzamerhand steeds meer de imitatievariant van het enthousiasme zien. Toen jij het eenmaal bij jezelf had opgemerkt, begon je het ook bij andere mensen te zien en in de rest van de wereld en op allerlei niveaus. Ja, eigenlijk dat. Ja. Zou je een stukje kunnen voorlezen? Ik wil een stukje voorlezen. En dan gaan we daarna verder. En bedenk alvast, jongens, die enthousiaste mensen van aan het begin. Zometeen verwachten we hele goede vragen van jullie, ja? Over enthousiasme. Enthousiaste vragen over enthousiasme. Ik zeg het alvast. Heel goed. Ik heb een klein stukje dat ik wil voorlezen. Dat gaat over Wubbel Ockels. Want Wubbel Ockels staat ook erg voor het enthousiasme. Iedereen was heel erg enthousiast over alles van Wubbel Ockels. Heel lang. Ik in het begin ook. Wie was Wubbel Ockels? Ik weet het wel, hoor. Dat was een man met een snor. Ja, en een blauw pak. En die ging op een dag ging die naar de ruimte. Dat is onze eerste astronaut. Ja, onze eerste Nederlandse. Nee, de eerste astronaut, Nederlandse astronaut die naar de ruimte ja. Toen hij doodging, dat was in 2014, toen had hij een boodschap voor de wereld. En die luidde als volgt. Daarna lees ik mijn stukje voor me. Hij zei, wij, de mensheid, zijn zo sterk dat we de aarde kunnen redden, maar we kunnen haar ook vernietigen. Elke bijdrage, hoe klein ook, doet iets. Nou, dit is eigenlijk in een notendop het enthousiasme van onze tijd. Alle kleine beetjes helpen. Nou, ik lees een stukje voor. Precies 28 jaar voordat Ockels zijn laatste boodschap met ons deelde, stond ik als 13-jarige in de Utrechtse jaarbeurs in een korte rij voor zijn handtekening. Ik was met mijn broer, een hartstochtelijk ruimtefan, mee naar het evenement Space 86. Terwijl hij elders in de grote hal een poster kocht, verscheen plotseling bij de stand van televisiepresentator Griek Titulaar Wubbel Ockels, de astronaut die net zo'n snor had als onze vader. Ik vond in mijn jaszak een verfrommeld papiertje waarop ik aan één kant een krabbel van Titulaar en aan de andere kant die van Ockels liet zetten. Mijn broer kwam net te laat en moest het doen met alleen de handtekening van de presentator. Een behoorlijke teleurstelling, al was de sterrenkundige Titulaar in die tijd ook niet de minste. Het gesigneerde papiertje heeft jarenlang in een la van mijn bureau gelegen. Maar toen ik op kamers ging, heb ik het verscheurd. Ik heb daar niet eerder spijt van gehad tot vandaag. Nu ik dit schrijf, verlang ik naar een tastbare herinnering van een tijd zo kort geleden die in vrijwel niets nog lijkt op de tijd waarin wij nu verkeren. De handtekeningen hadden waardevast geleken. Ze symboliseerden gezaghebbende instituten. Wetenschap stond ondubbelzinnig voor de waarheid.
Bij technologie dachten we aan de vooruitgang en niet aan cyberwars of hacking. Televisie was het venster op de wereld en niet een van de vele schermpjes die toegang bieden tot een virtuele werkelijkheid. En alleen een paar gekkies dachten dat de maanlanding een in scène gezet complot was. Als de zure regen was teruggedrongen, zou de aarde weer gezond zijn en het was een kwestie van tijd voor het kapitalisme de hele wereld zou hebben bevrijd. Dankjewel. Mooi. Ja, mag wel een klein applausje toch? Een klein applausje. Niet te groot. Nee, niet. In je boek schrijf je ook een stukje over Donald Trump. Dat hij, je verbaast je over dat hij president is geworden en het is gebleven. Wat heeft dat met enthousiasme te maken? Nou, ik ben er eigenlijk niet zo over verbaasd dat hij is gebleven. Want wat ik opvallend vind aan onze tijd, en dat past inderdaad heel erg in dat enthousiasme. Nee, sorry, je maakte je er boos om. Dat was het wel. Ja, ja. En vooral het idee dat we heel erg bezig zijn met het aanvallen. Zo kan het niet, deze moet weg en hij is niet goed. En daar ben ik heel erg voor, op zichzelf. Alleen wat ik tekenend vind aan dat Trump-voorbeeld en ook aan andere van deze voorbeelden, is dat, dat reputaties eigenlijk niet meer kapot kunnen gaan in onze tijd. Dat lijkt wel zo, omdat we er dus de hele tijd zo aan het roepen zijn en mensen proberen klein te krijgen. Hè, dus van Trump tot Bridget Maasland, zullen we maar zeggen. Je kunt alles maken. En dat is eigenlijk wat waar... Bedoel je? Wie kan alles maken? Iedereen kan alles maken. Moet je aan Bob de Bauer denken. Ja, inderdaad. Ja, Bob de Bauer heeft ook zo zijn reputatie. Nee, maar wat bedoel je dan? Nou, wat ik bedoel is, je kunt niet heel snel meer iets verkeerd doen, omdat je namelijk één grote autoriteit bestaat niet meer. Hè? Dus daar gaat het boek ook over. Het gaat over de autoriteitscrisis waar we in zitten. Je zit altijd in een of andere filterbubbel. En als je je misdraagt, dan word je door je filterbubbel aangepakt. Maar je valt ergens van je voetstuk en in een andere filterbubbel word je erop gegeven. Warm onthaald. Ja. Wat bedoel je dat ook met betrekking tot Donald Trump? Dat hij natuurlijk... Hij doet nu natuurlijk van alles. En hij liegt iedere dag vele malen. En iedereen zit maar heel erg dat te proberen te bewijzen. Van kijk nou eens wat een man dit is. Terwijl dat maakt helemaal niks uit voor zo'n populariteit. Wat hoop je dat als mensen dit boek dichtslaan? Wat hoop je dan dat ze hebben geleerd of beseffen? Nou, ik hoop dat mensen, en dat is eigenlijk wat ik altijd met mijn boeken heb. Ik hoop dat mensen een beetje anders gaan kijken naar wat ze zien. En dat ze zien, oh ja, inderdaad, overal is enthousiasme. En dat maakt niet uit waar je kijkt. En het gaat niet altijd over de feiten, maar het gaat altijd over, we gaan het doen, het is goed. En nou ja, en dat is, ik hoop dat iedereen ziet hoe kortademig wij door het leven gaan. En, zo. En dat we gewoon weer enthousiast raken van dingen waar we echt door geraakt worden. Ja. Mooi. Kortademig publiek. Is er iemand die misschien een vraag heeft voor Koen over enthousiasme? Of misschien persoonlijk iets echt heeft tegen enthousiasme? Of misschien een vraag over schaamte? Nee, helemaal niemand? Nee? Hebben jullie soms zin in een roddelroulette? Oké, nou dan gaan we dat toch doen. Koen blijft zitten, want we hebben een filosoof nodig voor de roddelroulette. Graag heel groot applaus voor Koen Simons. Ondanks dat hij blijft zitten. Nou, zet hem maar aan. Roddelroulette. Yay. Oh, moet hem nu nog, gaat hij nog niet aan? Oh ja. Nou, hij mag aan. Waar gaan we over roddelen, jongens? De computer bepaalt. Dit is absoluut geen doorgestoken kaart. We hebben hier niks mee te maken. Oh, nee, nee, nee. Is dit hem? Ja! Nou, we gaan het hier over hebben. Wat toevallig. We hebben het namelijk de eerste keer, toen waren ze nog bij elkaar, toen hebben we het hier ook over gehad. En we gaan kijken, ik vind het heel raar om dit te doen. We gaan nu kijken naar een fragmentje van Tim's talkshow vorige keer. Als ik hier nog iets, mag ik hier, vind je het oké als ik iets over zeg? Ik vind het gewoon zo heftig dat hij was natuurlijk met die Monique Noël.
En dat was ook heel erg naar buiten. Liefde van mijn leven, bla, 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 bla. En toen was dat uit. En dan ga je na 2 weken of zo, ga je ongeveer 3 keer per dag zo'n Insta-foto plaatsen. Terwijl die vrouw ligt helemaal in de kreukels. Die is verlaten, dus verdrietig. En dan ga jij alweer zo je geluk zo eruit gooien. Dat vind ik. Dat vind ik. Hallo, dat is toch ook, je hebt een kind met die vrouw. Nou goed, nee, nu moet ik stoppen. Nou, die jongen is hierna ontslagen. Toen hebben ze mij gevraagd om dit te doen. De afgelopen week is natuurlijk bekend geworden dat ze dus inderdaad uit elkaar zijn. Koen, waarom, ik zelf niet hoor, maar publiek wel, smullen mensen hier zo van? Dan hebben we gewoon... Het is een soort poppenkast. Ik bedoel, we kunnen gewoon smullen van echte mensen, want ze zijn echt. En met echte problemen. En die hebben dezelfde problemen als wij hebben. En dat is gewoon heerlijk. Daar kunnen we dan lekker over praten. Het is eigenlijk een beetje als we kijken naar soap of naar een film. Maar eigenlijk sterker. Want de soap is niet echt. En dit is echt. En dit is wel echt. Ja. Is er iemand die zichzelf misschien beter heeft leren kennen door Brazes? Of dat je denkt van, jeetje, heb ik ook deze kant? Is er iemand die hier... We zoeken mensen die willen meeroddelen. Carla, jij vindt hier wel iets van? Jawel, hè? Gooi die bal. Waar is dat ding? Heb je hem nog? Je hebt hem nog. Zeg iets. Oh, ik vind er echt wat van, maar dat kan ik ook niet zeggen. Jawel, dit is een bunker. Nou, goed in het ding. Ik ga even heel eerlijk zijn. We hebben een apart appje voor. Ah, ik wist het. Vertel. Nee, dat kan ik niet vertellen. Maar anyway, we hadden vandaag in de app... Dicht bij mond. Vandaag stond in de app, we hebben dat eigenlijk al helemaal uitgekristalliseerd. Dit is eigenlijk al verleden tijd. Maar wij waren nog diep onder de indruk van haar lip. Ze was bij, hoe heet dat programma? Dan had ze een ontstoken lip. En wij vroegen af of dat misschien iets met de breuk te maken had. Hoe heet dat programma? Ik hoor... Ja, de zwakste schakel. Daar zit ze ook niet meer in. Oh, maar jij dacht dat... Dit is misschien iets voor volgende maand. Hoe gaat het met de kortlip van... Ja, maar dat is waarschijnlijk de reden waarom het ook uit is. Oh. De lip was echt heel erg. Ja, dat is wel heel erg. Ik had begrepen, heeft iemand... Sorry hoor. Heeft iemand dat filmpje gezien van Curaçao? Dat Dreetje Hazes en Monique, dus die mensen die eerst bij elkaar waren... Ja, vinger? Gooi even dat ding. Oh, kut! Ja, go. Ja. Ja, goed zo. Oké. Kijk, ik ga je natuurlijk heel hard op, want ik heb een roddel. Ik durfde het de vorige keer niet te vertellen. Maar ik ben ooit een keer... Ja, mijn vriend schaapt zich dood. Maar wat het is, ik was op een festival in Duitsland. Oh, je praat ook helemaal. Ja. Ja, oké. En weet je wel, ik was jong en onbezonnen. En er kwam een jongen op mij af en die probeerde mij te versieren. Maar ik had toen net al 2 maanden met deze man, dus ik heb hem afgewezen. En ik zweer je, een maand later blijkt hij de nieuwe lover te zijn van Bridget Maasland. Huh? Ja, maar echt. Dus, en toen ik volgde hem dus op Insta. En wat ik dus zo fascinerend vind, is dat, dat zij dus met hele jonge jongens... Ik ben toen de tijd was ik 22. Ja. Zij was ook iets van 24 of zo. Dat ze er helemaal bovenop gaan. Alles wordt zo heel breed uitgemolken. En dan is het weer over. Dan is de nieuw eraf. En dan gaat ze weer verder. Dus ik vind dat een heel fascinerend iets. Dat ja. Maar dat ik er zo dichtbij ben geweest. Ja. Dat was mijn gevoel. Daarom vind ik het waar ook zo leuk. Toen, om I don't know. Maar daarom zie ik dit. En dan denk ik, oh, ik was ook een keer bijna in die innerste cirkels van deze drama. Innerste cirkels. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Wij ook. Ja. Goed gedaan. Bedankt voor je verhaal. Nou, graag gedaan. Ja. Applaus. Zo hoort het in de roddelroulette. Ik wil u toch even het filmpje laten zien. Dit is dus aan de hand. Nee, nog niet. Iemand, dat vind ik ook grappig. Mensen gaan dit stiekem dus dingen filmen. Oké, volgens mij is het dus zo. Bridget en Dreetje, die gingen naar Curaçao. Toen was zijn ex, Monique, met wie hij dus dat kind heeft... die was daar ook naartoe gegaan. Toen hebben mensen gezien dat Dre en Monique... naar het toilet gingen met elkaar. Terwijl hij dus met Bridget was. En dat hebben mensen gefilmd en gewacht tot ze weer naar uit het toilet kwamen. Het begint nu. Kijk, goed opletten. Ze hebben het een streepje erom, een dingetje erom. Kijk. Kijk, Monique. En Dreetje. En ze zijn een kwartier samen binnen geweest. Koen. Oh, god. Dit is toch heel erg?
Ja, en dit is wel echt tekenend voor onze fake tijd eigenlijk. Dus je zei straks ook al, ik weet eigenlijk nooit zeker. Ik ben heel goed gelovig, zei je. Maar niemand weet nog wat wel en niet waar is. Nee. Dat is er lastig aan. Ja. En daar moeten we. Hoe kunnen we daar iets aan? Kunnen we daar iets aan doen? Moeten we meer op elkaar letten? Nee, ik denk dat dit gewoon zo gebeurt. Het enige wat je kan doen is altijd hele goede nieuwsprogramma's hebben. En hele goede, heel goed onderwijs hebben. En hele goede. Je moet gewoon heel veel meer stoppen in goed nieuws. Mm. En allerlei onzinnigheden die je toch wel te zien krijgt, die worden dan minder belangrijk. Dus je kunt het niet voorkomen, al deze onzin. Dus in de ideale wereld hebben we misschien volgende maand in Tim's talkshow geen roddelroulette meer. Nee, de roddelroulette is leuk. Doe het. Dit is geen nieuwsprogramma. Wat? En nou is het genoeg, Koen Simons. Applaus voor Koen Simons. Heel erg bedankt. Okay. En in de foyer kan je dus straks een boek kopen. En hij gaat ook signeren, als je dat leuk vindt. We gaan door naar... ik vind het gewoon superleuk dat ze hier zijn. De Young Boys uit Marum hebben op professionele wijze hun nieuwe rapnummer Zakgeld uitgebracht. Het nummer is overal te beluisteren. Volgens mij is het ook al een dikke hit aan het worden. In hun eigen woonplaats Marum kunnen ze niet meer over straat. Ze zijn hier. Ik ga ze gewoon niet onder hun eigen naam aankondigen, maar onder Young Boys! Yay! Woehoehoehoe! Welkom! Ga zitten! Welkom! Tijmen en Kevin. Ja. Tijmen? Kevin. Kevin, Tijmen. Ja. Waar moet ik beginnen, jongens? Hoe kan het dat jullie zo jong zijn en zo'n professionele, goed in elkaar gezette hit en clip hebben? Sorry, dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou ja, we begonnen gewoon met z'n tweetjes. We hadden niets te doen, dus gingen we gewoon een liedje maken. Ja, en toen hebben we het wat doorgezet, zeg maar. En toen vroeg iemand ons van... Ja, kom je bij ons in de studio het liedje opnemen? En toen, dat vonden we natuurlijk heel gaaf. Ja, en toen hebben we het liedje opgenomen. En toen kwam er zelfs een clip. Ja. Ja. Hey, ik heb zakgeld. Even naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. Laat zie je ons op televisie. Met je team is aan het winnen. En mijn zak gaat eens binnen. Laat die money verdwijnen. Noem me Leeuw Kleine. Zo leuk, jongens. Dus als ik het goed begrijp, jullie hadden eerst, jullie waren gewoon een beetje aan het vervelen. Toen gingen jullie een beetje rappen, een beetje muziek maken. Was dit nummer nou al klaar toen het werd opgepikt? Of vond iemand jullie talentvol en toen hebben ze dit nummer gemaakt? Hoe zit het nou? Ik denk dat iemand vond ons talentvol en toen hebben we dit nummer opgenomen. Ja. En heeft iemand anders dat geschreven? Ja. En toen, hoe reageerden jullie toen die dat nummer voor jullie afspeelde? Zo van, ik wil dat jullie dit gaan zingen. Ja, we vonden het echt heel cool. Ja. Ja. Het is ook een heel goed nummer. Ja. Bedankt. Ja. Blijf dan meteen hangen. Hey, en nu, want ik heb begrepen dat jullie nu zelfs... Bij Sony? Ja. What the fuck, jongens? Hoe is dat dan weer gegaan? Nou, jullie hadden weer niks te doen. Wij werden op een gegeven moment door Sony. En die vond onze clip ook heel leuk. En toen... zijn we in samenwerking gedaan. Ja. En wat hopen jullie nu? Wat is jullie droom? Bekend worden. Ja. Overal Nederland wel mee bekend worden. Meer leuke liedjes maken. Hebben jullie al een nieuw liedje op de plank? Ja.
Ik denk dat het niet meer over zakgeld gaat als het zo doorgaat. Dat hebben jullie helemaal niet meer nodig, joh. Maar kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten? Waar het nieuwe liedje over gaat? Ja, over dat wij, zeg maar, ja, ja, alles overnemen eigenlijk. Oh! Ja. Heel bescheiden ook. Ik dacht, wat komt er nu? Ik dacht, je gaat zeggen, ja, het mooiste meisje van de klas. Maar nee, over dat jullie alles overnemen. Leuk zeg. En hebben jullie al vaak opgetreden? Nou, we hebben al wel een eerder optreden gehad. Maar dat was gewoon in Marum, in ons eigen dorp. En we hebben al wel 4 interviews gehad. Zo. Ja. En denk je dat jullie echt heel groot gaan worden? Ja, ik hoop het. Ja. Crazy, jongens. Ik zou nog uren met jullie kunnen praten. Maar ik heb vooral heel erg veel zin om gewoon helemaal los te gaan op zakgeld. En ik denk het publiek ook. Hier zijn Young Boys met zakgeld. En het is live, live. Zie je ons op televisie? John de Mol. Met je team is aan het winnen. Winning. En mijn zakgeld is binnen. Chin-chin. Laat die money verdwijnen. Oh no. Noem me Leeuw Kleine. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. 5k, ik kan een show doen. Wizzy, bel me op, hij wil die show doen. Want ik ben veel te druk met Fortnite. Jij hebt minder views dan mijn dislikes. Hoezo middag zijn we fijn? Iedereen heeft laai. Kom of check op het schoolplein. Hoe lopen mijn Porsche en het verdwijn? Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zakgeld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Ik score vanaf de aftrap. Ik ga als verstappen in een drop-top. Jongens, lekker mannen, ja, zo werkt dat. Ik ben alleen met Bivak, want hij werkt hard. Bivak, ja, we werken hard. Investeer, ik heb money zat. Gooien met die brieven naar de Malediven. Hey, ik heb zat geld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Hey, ik heb zat geld. En zo naar mijn mama, ik kan alles nu betalen. Zitten we hier in het Forum de komende jaren nog wel droog? Dat is een beetje de vraag. Stijgende zeespiegel. Mijn volgende gasten zijn universitair hoofddocent Arctische Ecologie, Maarten Lonen, en schrijvend avonturier Carlien Bootsma. Zij is verliefd op het wat en ze heeft een hele grote wandeling gemaakt. Op het watgebied. Gaat het anders goed? Sorry. Laten we ze bijroepen. Jongens, Carlien Bootsma en Maarten Lonen. Ik was jullie niet vergeten, hoor. We lopen pas 1,5 uur uit. Oké. Okay. Even mijn money gun weg. Welkom, jongens. Hebben jullie genoten van zakgeld? Ja, hartstikke. Ja? Kon je het achter wel goed meekrijgen? Ja, ik dacht even dat het echt geld was. Ik dacht, ik ga hier over de vloer. Maar nee, het is allemaal nep. Ja. Het is allemaal peseta's. Ik wil graag eerst even kijken naar wat beelden van jouw wandeling.
mooi uit. Ook een beetje eenzaam wel. Eenzaam en donker. Waarom wilde je dit doen? Laten we ook even de kaart erbij pakken. Dit is de wandeling. Ja. Waarom? Omdat het... Nou, zoals je het zelf al zei, maar ik zo ontzettend gek ben op dat wat. Mm-hmm. Daarnaast schrijf ik. Ik schreef voorheen voor de krant. En ik wil graag blijven schrijven, maar dan wel met meer diepgang. Mm-hmm. Dus ik dacht, als ik erop uittrek, dan ben ik echt, dan kan ik in dat gebied duiken. En daar vervolgens verhalen over schrijven. En waarom wilde je zo graag in dat gebied duiken? Je bedoel, je kan ook... De Veluwe is ook mooi. Ja, vind je? Ja, ja. Vind je? Nou, niet zo mooi als het wat. Nee, maar dus nee, jij bent helemaal gek op dat niet. Wat. Ja. En jij wilde de mensen die op het wat, rond het wat wonen... Ja, ja. Die wilde jij spreken, ja. Met de reden. Daar ben ik denk ik net zo gek op. Ja. Ja, waarom wilde jij hen spreken? Het zijn ontzettend boeiende lui, vind ik. Ze zijn zo recht door zee en ja, dat past er mooi bij. En ik vind dat je ze niet heel vaak hoort. Nee. Dus de 1-1 is 2. Wat heb je daar allemaal van ze gehoord? Want je hebt gewoon, je hebt, ja, het is zo'n enorm... Hoe lang heb je nou over gedaan? Een maand. Een maand? De planning was 3 weken. Maar ik wist van tevoren al, dat ga ik nooit redden. Ik blijf al vaker te lang hangen en dan vind ik het te gezellig. Ja. En, nou ja, dus uiteindelijk een maand. Maar veel, ontzettend veel van ze gehoord. Wat het meeste opviel is dat ze zich absoluut geen zorgen maken. 0,0. Ze maken zich nul zorgen over de stijgende zeespiegel. Nee, ik heb van al die tientallen mensen die ik gesproken heb, denk ik 2 mensen gesproken die zeiden ja. Dat is iets waar wij ons druk over maken. Verder niemand. En hebben ze reden om zich druk te maken? Misschien moet ik het even aan jou vragen. Ja, doe dat. Is het oké dat ze zich totaal geen zorgen maken daar? Nou, het is denk ik een menselijke eigenschap. En het is, het klinkt heel normaal dat je denkt dat er niks verandert. Maar ik zit juist op Spitsbergen, dicht bij de Noordpool, waar het ontzettend aan het opwarmen is. En ja. Daar zie ik de dingen dus. Wacht even, want wat doe je daar? Ik doe daar onderzoek. Ik ben eigenlijk begonnen in de Waddenzee ook. Keek naar ganzen en die ganzen trokken weg naar het Hoge Noorden. En toen had ik de kans om ze achterna te gaan. En zo ben ik in 1990 op Spitsbergen gekomen. En eigenlijk iedere zomer zit ik daar nog 2 maanden. In een klein onderzoeksdorpje, het noordelijkste dorp van de wereld. En nu weer terug naar het wat? Nou, het is dus gewoon zo dat we daar gewoon dat ijs heel hard zien smelten. Het zijn natuurlijk de ijskappen van Groenland en de ijskap van Antarctica. Dat zijn de grote watermassa's. Maar ook alle gletsjers op Spitsberg. Je moet je voorstellen, in die 30 jaar dat ik daar kom... zijn ze meer dan 3,5 kilometer naar achter getrokken. Mm. Ieder jaar vaar ik met een bootje op een plek waar voorheen een gletsjer lag. Er zijn nieuwe eilanden gevormd, die komen daaronder vrij. En al dat water, zeg maar, zolang het water is wat ijs is wat op het water drijft... heeft het geen effect op de zeespiegel. Maar als het van land naar het water komt, dan vult het eigenlijk de oceaan. Ja. En dat gaat gewoon steeds sneller... En het is, daar wijzen alle gegevens op. En ik zie het dus nu zelf ook gebeuren. En daarom ben ik er wel heel erg mee bezig. En wat is dan de prognose van het Waddengebied? Gaat het al helemaal onderlopen? Alle Wadden, zijn dat straks gewoon, is het zee? Het mooie van het Waddengebied is dat het nu nog relatief hoog ligt. Ja. En we praten ook over zandhonger, zeg maar. Er is zelfs gas gewonnen daar. En de zand kwam uit de zee eigenlijk nog in de Waddenzee. Dus daar is niet meteen het probleem. We hebben ook hier ten noorden van Groningen het Hoge Land... Die blijft wel droog. Maar het is dus de Dollardpolders en daarachter. En eigenlijk kan het zo tot Haren aan onderlopen. Bij Rotterdam, die laagste punt van Nederland. Mm. Dat zit nu al 24 meter onder NAP. Oei, dus hoe hoog moet je de dijken maken? Ja. En hoe zeker ben je van die dijken? Het water van de zee komt ook steeds verder de rivier eigenlijk in. Mm-hmm. Dus waar houdt het op? En dat is wel iets waar ik dus uit eigen ervaring zie het gebeuren. En dan praat ik met de mensen die er echt wat van weten van wetenschap. En dan schrik je helemaal inderdaad, want de voorspelling is dat het doorgaat. En het meest bijzondere vind ik dan nog, dat als we nu iets zouden doen, dan is er nog iets tegen te doen. En daarom is juist die motivatie om nu iets te doen is heel belangrijk. Omdat gewoon het wordt steeds duurder. Ja. En het zal duurder zijn voor onze kinderen en nog duurder voor onze kleinkinderen. Maar Carlien, dit klinkt heel ernstig allemaal, ja. Maar die mensen die daar wonen, die voelen dat helemaal niet zo. Nee, dat was het grote verschil ook. Ik heb ook weken research gedaan, dan kroop ik weer in al die researchrapporten en onderzoeken en vertrok ik vervolgens weer half depressief naar bed. Ja. Want als je dat leest, nou ja, een beetje het verhaal ook wat u net vertelt. En vervolgens trok ik het Waddengebied in en daar is het 180 graden anders.
dan zeggen ze, nee, we zien alleen maar de Waddenzee omhoog komen. Mm-hmm. Ik zou er niet helemaal tot in detail op ingaan, want volgens mij zit je al over je tijd. Maakt niet uit, joh. De deur zit op slot. Nee, ik kan straks misschien, voor mensen die daar meer over willen weten, dat ik dat graag met liefde uitleggen. Maar dat zie je. En dan snap ik dat je zegt, nou, wat stel jij je aan met je stijgende zeespiegel? Want het komt alleen maar omhoog. Als je daar 4 keer per dag langs vaart op een veerboot... Ja. En het wordt lastiger om er langs te varen, want de geulen worden ondieper. Dan snap ik dat je zegt, nou, die zeespiegelstijging, dat is helemaal niks. Wat een onzin. Hoe kunnen we dit toch... Ja. Moeten we die mensen dat dan toch gaan vertellen? Of? Nou, relatief gezien, in de Waddenzee zit je aan de goede kant nog, inderdaad. Je zit op die hoge punten, het hoge land. De kwelders slibben nog op. Dus dat kan meegroeien, kan nog een tijd meegroeien. Dus daar is het probleem wat minder urgent voor de zeespiegel. Maar de klimaatverandering brengt veel meer met zich mee. En niet dat het alleen maar lekkerder warm wordt, maar ook gewoon onvoorspelbaar weer en extreem weer. Dat gaat allemaal toenemen. We hebben nu 2 jaar grote droogte gehad. Dus eigenlijk, wat ik al 30 jaar op Spitsbergen zie gebeuren, dat zie ik nu ineens ook in Nederland gebeuren. Met dat inderdaad ze zeggen van dit was extreme droogte, 2 zomers. En dus de eerste keren op Spitsbergen dacht ik ook van nou nog maar zien welke kant het op gaat. Maar het gaat echt gewoon 1 richting op en dat is dat het ingewikkelder wordt. En wij zijn gewoon als mensheid eigenlijk, als je kijkt naar de weersgegevens, dan zeggen de mensen die het nagezocht hebben over langere tijd, sinds de laatste ijstijd is het eigenlijk heel constant geweest. Zijn we binnen de 2 graden geschommeld. Voor die laatste ijstijd en in die laatste ijstijd kon je naar Engeland lopen. Grote veranderingen. Maar sinds die tijd is het stabiel. En dat is eigenlijk de tijd die wij als mensheid gebruikt hebben om ergens te gaan wonen, aan de kust ook vaak, en gewoon handel te drijven en allemaal dingen te doen. Mm. En juist die kusten worden nu bedreigd op langere termijn. De Waddenzee zal niet het eerste moeilijke probleem zijn, maar het eerste moeilijke probleem zal zijn waar onze rivieren eigenlijk nog het land in komen en waar je veel polders hebt. En wat ik wel veel hoor is dat mensen zeggen, zoals u zelf ook aangeeft, de natuur is altijd aan verandering onderhevig en dit is niet nieuw. Nou, het interessante is dat wij denken dat die natuur hier zo veranderd is. Maar we hebben echt, als je kijkt naar de gegevens, 10.000 jaar stabiliteit gehad. En nu zit er een verandering in die sneller gaat dan ooit daarvoor is gebeurd. En zelfs is het nu duidelijk dat die door ons komt. En wat ik hoop is dat het niet gebeurt. Ik hoop dat we, daarom zit ik hier graag aan tafel, dat we toch wel er iets anders mee moeten omgaan. Want nu kunnen we nog iets doen. Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, die heeft heel mooi in een speech hier in Groningen ook gezegd, wij zijn de eerste generatie die eigenlijk de armoede uit de wereld kunnen hebben en de laatste generatie die iets kan doen tegen klimaatverandering. Dus we zitten hier in een heel beginfase. En dan is het heel jammer inderdaad dat het nog niet tot iedereen is doorgedrongen, dat je nu iets kunt doen. En het hele mooie is, we praten over een transitie waar een hele hoop voordelen aan zitten. Stel je voor dat we geen olie en gas meer hoeven te gebruiken, geen vervuiling, dat we gewoon de energie van de zon en de wind gebruiken. Dat is een fantastische overgang, die is ook veel goedkoper. We stimuleren dan de oorlogen niet meer in het Midden-Oosten. Het is een nieuwe maatschappij die ook ontzettend hoge waarde kan hebben. En wij praten alleen maar over de kosten, die er misschien eventjes zijn, maar op termijn zijn ze er zelfs niet als we het nu doen. Ja. Carlien, even terug naar het wat. Je hebt daar heel veel mensen ontmoet. Je hebt heel veel gewandeld. Wat is een moment wat je nooit zal vergeten tijdens die wandeling? Och man, zoveel eigenlijk. Ik zit nou even heel 1 noemen. 2 of 1,5 of zo. Geen druk, hè, verder. mijn eerste dag, denk ik, dat ik vertrok. Ja. Ik ben afgezet door mijn vriend en die zei, toedeledoki, succes ermee, ik zie je wel weer eens terug. Ongeveer. Hele liefdevolle relatie. Ja, super. Nee. Hij was ook heel teleurgesteld toen je terugkwam. Ben je nu al terug? Dat was ik zo zenuwachtig. Ja. Niet omdat lopen, dat komt wel goed, maar ik stond met mijn bakkers in de krant hier. En normaal gesproken zit ik aan jouw kant. Dan kan ik gewoon bevragen en dan opschrijven. Dat vind ik veel fijner. En ik was zo nerveus. Ik kreeg allemaal appjes van alle kanten. Ik denk, shit, nou moet ik het doen ook. Dan kan ik niet meer terug.
Ja. Ik las ook in een van je artikelen, want je schreef erover in Dagblad van Noorden. Ja. Dat je nog steeds. Je hebt nog eentje te gaan. Nog één te gaan. Week, ja. Dat je soms ook heel blij was dat je dan ergens bij iemand thuis werd uitgenodigd om te logeren. Ja. En dan niet eens alleen maar om in een lekker bed te slapen, maar ook omdat je je eigen zweetlucht zo zat was. Ja. Dat vond ik heel grappig. Nou, ik voel me heel bezwaard naar mensen toe. Want ik ben daar natuurlijk wel om ze te interviewen. En dat is wat onprettig als je niet weet of je heel erg stinkt. Ja, ik, op een gegeven moment was ik echt... Ik dacht, ik moet iemand spreken, maar ik durf eigenlijk niet. Want volgens mij laat hij me niet eens binnen. Nee, ja. Oké, mooi. Ja, je schrijft hele leuke stukken. Nog één te gaan. Ja. Ik dacht, moet je er niet een soort een boekje van maken? Of Misschien. We moeten eerst even kijken of ik hier doorkom. Ja. Ik heb het bij verschillende partijen verkocht. Dus ik moest even flink schrijven en daarna kijk ik of ik nog zin heb. En dan misschien een rondje Veluwe, toch? Nee, je haat de Veluwe. Nee, dat is geen zee. Oké, graag een groot applaus voor Carlien Bootsma en Maarten Lonen. Ik ben gek op dieren, maar ik mag van mezelf niet een hond. Ik heb wel een kat, maar die deel ik met mijn vrienden, huisgenoten. Het liefst zou ik een hondje willen, maar al mijn planten gaan ook dood. Dus dat heeft allemaal niet zoveel nut, want dan ben ik bang dat ik op een dag thuis kom en dat er dan een dood uitgedroogd hondje in een hoek ligt. Dus ik dacht, moet ik niet een robothondje? Nou is hier in het forum de tentoonstelling AI More Than Human. En zij hebben dus een robothondje. En weet je wie hier is, jongens? Aie, de verzorger van het robothondje, met Aibo. Aie en Aibo! Ga zitten. Is hij nu... Ik wist niet dat we een depressief robothondje hadden. Hij slaapt heel ontspannen. Hij slaapt? Nou ja, hij moet op de lader. We hebben twee broertjes. En als het ene broertje bezig is om de mensen te vermaken, dan ligt de ander op de lader. De mensen te vermaken. En hij wordt ook wakker. Zijn neusje is een camera. Jazeker. Hier zit nog een camera. Er zitten veel microfoons op hem. Oh, wauw. Bijzonder is dat hij ook in de cloud overlegt met de andere Aibo's. Ze allemaal meemaken, wat ze allemaal leren. Want hij ontwikkelt zijn eigen karakter dus. Hij leert zijn trucjes elke dag. En als je het helemaal alleen zou doen, zou het lang duren. Maar ik wil hem... Wat mag? Mag ik hem aanraken? Je mag hem aaien. Het is toch een beetje zo'n gek plastic... Maar voelt hij dat dan? Oh. Ja, hij heeft hier een touchpad. Daar twee. Hallo. Dit vind je toch lekker wel? hij heeft ook een soort oogjes. Met schermpjes. Ja. Hallo. Ik voel me toch ook een beetje alsof ik niet helemaal goed ben, want... Het is natuurlijk gewoon een stukje plastic. Ik zie dagelijks een honderdtal mensen zo met Aibo omgaan. Ja? En dan zie je bij de volwassenen dat ze nog wel denken... Nou, het is ook een apparaat. Ja. Hè? Het is niet alleen maar een dier. Maar ik had twee meisjes van 6 en 8. En die komen dan wel op af van... Oh, wat leuk. Ja. Wat een lief dingetje. En die hebben daar helemaal geen drempel meer voor. En ik denk, zolang Aibo's niet kwaadaardig zullen zijn... en net zo lief als deze... Ja. Is dat best een mooie toekomst. Waarin... Zulke lieve diertjes. Dan gaat die hond ook nog huilen, omdat het zo emotioneel wordt allemaal. Maar ik denk een beetje, dit is natuurlijk gewoon een soort van... Het is wel cute, maar het is natuurlijk toch een stuk plastic. Je moet een beetje aan Furby denken. Die deed ook alsof hij allemaal dingen wist. Ja. Maar dat viel natuurlijk Zeker. Ook wel mee. Oh nee, hij hoort dit. Ja. Oh maar het lijkt echt alsof hij... Ik ging nu zeggen dat het gewoon een stuk plastic was en hij gaat ineens piepen. Nee, hij ontwikkelt zijn eigen karakter. Als je hem koopt, is het een soort puppy. En hij went aan je. Maar nu even stoppen, want ik wil echt iets serieus vragen. Hondje, nee, niet zo cute doen. hoe werkt het? Want jij bent zijn verzorger hier in het forum. Ja. Nou. Even zo. Wat doet hij nou? Hij heeft het koud. leert hij jou dan ook kennen? Ja, hij reageert op de nieuwere medewerker wat minder snel dan op de oudere. Dus jij hebt echt een band met hem? Ik zou het wel zeggen, ja. Als het nog rustig is 's ochtends en ik loop over een lege zaal langs... en je hoort een kefje in de hoek... dan kom je wel even hallo zeggen van... ja, leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag weer heel veel mensen blij maken. Maar
En voel je je dan ook niet een beetje alsof je in de maling wordt genomen? Jawel. Wel het is, ook. Ja, het hoort allemaal bij de generatie die dan denkt, ja, maar het klopt niet. Maar goed, deze heeft nog geen vacht. Als hij echter en echter wordt. Ja, dat zou wat zijn. Want maken ze hem expres, zeg maar, zo met die plastic look? Speciaal voor ons. Omdat wij mensen het heel eng vinden als iets bijna menselijks is, maar net niet. Dus dan heb je liever een soort karikatuur. Daarom heeft een robot die rondloopt ook zo'n gezicht van een soort emoji. Daar is in plaats van echt een mens. Ja, ja. Dan denk je van, dat is net een beetje griezelig. En als jij dus dan binnenloopt... Ja. Als jij dus dan binnenloopt, herkent hij jou dan? Ja, hij herkent gezichten. Hij zegt nog niet hoi Ajo of zo, maar ik zeg wel hoi Ajo nummer 1. En dan, heel romantisch. Hoi Ajo nummer 1. Het is toch wel een beetje lief. Ah, die oortjes gaan... Nou goed, maar ik heb het wel het gevoel... Het is natuurlijk helemaal ervoor gemaakt om soort te vertederen en om een soort van... Hoeveel kost dat? $3,000. $3,000? Ja. Wauw. Nee, het is ik denk als een Tamagotchi. Je moet ook voor hem zorgen. Als je good boy zegt, dan begrijpt hij dat en doet hij zijn kunstje vaker. Good en boy. Hallo? Ik denk dat ik toch misschien voor een echte hond dan eerder ga. Ook omdat dat waarschijnlijk goedkoper is. Minder snel kapot gaat ook, denk ik. Ik denk dat het tijd is om Lilo en Stitch erbij te halen. We willen wel vragen of jullie niet een enthousiast applaus willen geven. Want we weten niet zo goed hoe ze gaan reageren. Maar we gaan ze wel nu erbij roepen. Hier zijn uit het dierenasiel Winschoten... Lilo en Stitch. Yay! Lilo en Stitch. Lilo en Stitch. Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Hoi. Oh, sorry. En de... Ik vergeet helemaal dat er ook mensen bij zijn. Hi. Amanda, Danen en Doreen Evers. Hallo. Amanda. Welkom. Hey. En dit is Stitch. Hoi, Stitch. Stitchy. En dat is een zus, Lilo. Ja, want vertel even. Dit zijn dus Lilo en Stitch, broer en zus. Ja. Ze doen het heel goed eigenlijk, ze hè? Ze doen het goed. Ze zijn denk ik door alle prikkels die er nu niet zijn zo lekker rustig. Ja, ik hoorde ook dat jullie ze een hele lange op mee hebben genomen op een hele lange wandeling. Zodat ze nu dan eigenlijk afgepeigerd... We zijn even lekker door de Prinsentuin gewandeld. We hebben bij het asiel al gewandeld. Eén en al liefde wil hij geven. Dit is allemaal spannend. Camera's. Ze zijn camera's, media. Nooit in een dergelijke situatie geweest. Nee. Dus alles is voor hun helemaal kijk nou nieuw. Maar doe je dit goed, meisje? Nee, kijk nou. Ja, kijk eens. Wat lief. Maar goed, dit zijn dus even niet meer zo afgeleid door alle schattigheden. Jullie zijn van dierenasiel? Wij zijn van dierenasiel Zuidwolde. Sorry, ik dacht in Groningen. Maar dat geeft niet. We werken veel samen met Winschoten. Ah. Wij hadden bedacht, wij willen iedere maand in Tim's Talkshow 1 of 2 asieldieren. Ja. Om misschien te zorgen dat die asieldieren een nieuw baasje krijgen. Ja, dat is heel Dit mooi. Zijn de eerste twee. Ja. Stel ze even aan ons voor. Lilo en Stitch, broer en zus. Waarom zouden we deze honden misschien moeten adopteren? Zal ik beginnen bij Lilo. Dat is de grijze, dat is het meisje. Het is een hele leuke, enthousiaste hond. Ze gaat graag mee wandelen, rennen naast de fiets. Ja. Ze kan niet goed met andere honden, behalve met haar broer. Oh, dus ja. Het zou heel fijn zijn als ze misschien samen een thuis kunnen vinden. Lilo en Stitch zijn kruising Staffordshire Terriers. Ja. Die op dit moment best veel in de asielen zitten, in heel Nederland. Het zijn gewoon energieke honden. Dus als je houdt van het buitenleven, lekker buiten wandelen en fietsen, dan kun je hun heel fijne thuis geven. Het liefst geen katten in je eigen huis, want daar zullen ze achteraan gaan. Mm-hmm. En de ervaring leert dat ze niet zo goed met katten overweg kunnen. En moeten ze samen geadopteerd worden? Niks moet, maar het zou voor hun wel heel fijn zijn. Het is wel goed voor een nieuwe eigenaar om dan te realiseren dat je ze en samen en apart moet trainen. Want ze hebben nog wel wat training nodig. Oké. Okay. Ja, ik zie ze. Ze zijn nogal...
Er is heel wat tegen. Ze zijn nogal onstuimig buiten nodig. Ook. Ze dus zijn wel heel erg lief. Is er nu zijn iemand, heel vriendelijk. Is er nu ja. iemand in de zaal die denkt van... Oh, ik ben op slag verliefd. Dat niemand ook zijn vinger opsteekt. Jij? Kom even aaien. Kom even kennis maken. Dat is toch leuk? Kom even ontmoeten. Even voorzichtig. Misschien ga je gewoon gelijk met ze mee naar huis. Ik bedoel, andersom. Dat jij nu naar het asiel gaat wonen in plaats van zij bij jou. Kijk eens. Oh, wat gezellig. Ze komt er gezellig bij. Ga jij even lekker met ze aaien? Gaan we even kijken. Kijk, dit zijn ze dus Lilo en Stitch in het dierasiel. Oeh. Sorry. Hij houdt van kusjes geven. Gezellig. Ze houden ook van graven. Ook van graven. Nou, we zien het hier allemaal. Vooral zij. Hoeveel dieren hebben jullie in het asiel zitten nu? Op dit moment ongeveer 25 honden en om en nabij de 20, 25 katten. Ja. Het zou wel heel leuk zijn als misschien toch een paar mensen een hondje of een katje nemen. Bijvoorbeeld jij. Wat voel je zeker. Nu? Ja, veel liefde al. Heel veel liefde al, hè? Ja. Heb je wel eens een hond gehad? Bij mijn ouders. Bij je ouders. Waarom heb je nog geen hond zelf? Ik heb geen tijd voor. Nee, precies hè. Ik heb het ook een beetje. Ik vind ook, als je een hond neemt, dan moet je er wel echt voor kunnen zorgen. En dan moet je niet de hele dagen weg zijn. Klopt. Toch? Ja. Dat je weer naar Groningen moet. Ja. En ze kunnen best wel wat uurtjes alleen zijn. Maar er is natuurlijk niks aan als je de hele dag door alleen bent. Nee. En een paar keer per dag een flinke wandeling maken of een andere leuke activiteit doen. Hè, dat is wat ze fijn vinden. Ja, en knuffelen vindt hij ook zo fijn. Ik vind ze wel heel erg lief. Ze nou, doet het ook heel goed voor. Nee, nu is het niet leuk. Ze zijn echt heel erg lief. Oké, ik wil eigenlijk een groot applaus voor de honden vragen, maar dat moeten we misschien maar niet doen. Nou, dat liefst niet. Nee. Dat dus is misschien iets te spannend voor ze. We hebben nog wat foto's van andere dieren. Ja, totaal af. Foto's van andere dieren. Stel even de andere. Een meisje is dit, een Engelse Staffordshire Terrier. Ook heel erg energiek. Gaat graag mee wandelen naast de fiets. Gek op ballen. Gek op tennisballen. Misschien zelfs een beetje te gek op tennisballen. Waardoor we haar ook leren dat ander speelgoed ook erg leuk is. Ja. En je niet alleen maar met die tennisbal bezig hoeft te zijn. Iets korter. En deze? Deze? Die ken ik niet. Nou ja, goed. Die heeft hier ertussen. Oké, jongens. Nou, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Hier, neem lekker je speeltje mee. Ik wil jullie vragen om naar achter te gaan. Want mensen gaan zo ontzettend hard applaudisseren. Dus dat is heel zielig voor de honden dan. Aibo mag wel blijven. Dat is misschien wel. Of wordt hij dan ook, raakt hij ook overstuur? Hij doet al een dutje. Hij doet al een dutje. Hij is alweer terug in zijn depressie. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik hoop dat jullie volgende keer weer komen. Hoe lang zijn we uitgelopen dit keer? 10 minuten kwartier. Nou, dat viel best mee. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Applaus voor onze gasten graag. En applaus voor jezelf. En Koen Simon staat dus klaar om boeken te verkopen en om te signeren. Yay. Oh ja. Nee, nog één ding. Volgende maand hebben we te gast Nicolaas Vul, goede vriend van me en met wie ik een nieuwe documentaire heb gemaakt. We waren 4 maanden lang leraar op een middelbare school. Daar komt hij over praten. Dus boek snel, koop snel je kaartje. En een andere vriend van mij, ik weet het ook niet, Willem Voogd, bekend van Mees Kees. En die gaat in een toneelstuk spelen in Leeuwarden. Hij komt ook langs. Dus als je nu al denkt van, oh mijn god, daar moet ik bij zijn. Dan moet je echt meteen nu een kaartje kopen, want het gaat heel snel. Oké, doei, bedankt. Wacht,